En dan nu? Hallo kijkers, in een stad waar mensen wonen worden ook heel veel geluiden gemaakt. Sommige geluiden zijn leuk, andere geluiden zijn vervelend en sommige geluiden hoor je bijna niet meer omdat je eraan gewend raakt. Maar wat zijn nou typische geluiden, vroeg ik me af. Je had ooit de elektrabel ontploffing, toen was een paar uur lang een ongelooflijk harde fluittoon te horen over de hele stad. Dat deed zelfs pijn aan de oren als je te dichtbij kwam. Maar dat bedoel ik niet, dat soort geluiden. Een ander opvallend geluid wat je hoort, dat zijn de voetgangerstickers. Dat is een beetje functioneel geluid in de stad. Dan heb je het verkeer op de oranje singel, dat zoomt de hele dag door. Dat verdring je op een gegeven moment naar de achtergrond. Seizoensgeluiden zijn er ook nog. Dan heb je bijvoorbeeld bladblazers en ook bladharkers. Dat is geen typisch stadsgeluid. Het uniekste geluid van deze stad, dat vind ik toch wel de tamboerijn van Oda Le Noble. Elke avond als ik vanuit de Vaassum naar huis fiets, dan staat ze aan de kop van de Ziekerstraat met de tamboerijn met belletjes te neurien en te zingen. Leven moet je leren. Leven moet je leren. Leven moet je leren. En als ik langs haar fiets en even zwaai, rinkelt ze altijd even extra. Bedankt voor het luisteren. En tot de volgende week.